Brandon Ray is geboren. Oh ja, Bobby Eden. Jij hebt gewoon hier de beelden voor staan. Ja, dus ik weet niet hoe heftig de beelden gaan worden. Oké. Ja, we zijn druk op de redactie in het voorbereiden voor de show vanavond. En we hebben Ruben Nicolai. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen, lieve kijkers. Jij zit hier ook echt de show voor te bereiden. Het gaat hartstikke goed. We hebben nu al een vrij indrukwekkende show. We beginnen natuurlijk met Kim Kardashian. Ja, heftige beelden hebben we nog niet gezien. Maar... Nou, over heftige beelden gesproken. Kijk. Ja, Kim Kardashian is beroofd, hè? Of moeten we even zeggen, pistool tegen de hoofd in Parijs. En juwelen voor 6 miljoen. Ja, die heb je thuis ook, toch? Die, toevallig. Ja. Stom toevallig. Maar nog meer heftige beelden, want Brandon Ray is geboren. Oh ja, Bobby Eden. Ja. Dus jij hebt gewoon hier de beelden voor staan. Ja, dus ik weet niet hoe heftig de beelden gaan worden. Hey. Ik denk dat het schokkende beelden worden. Maar hoe zou jij dit vinden als je... Dat je gaat vloggen terwijl iemand aan het bevallen is. Dat heb ik overigens nog nooit gedaan. Ja, daar ben ik net de ouderwets voor, dat deden wij niet. Toen wij, Moet je even het eind doen, dan zien we de baby, geloof ik. Oh, zie helemaal... je dat? Oh. Serieus? Oké. We hebben Bobby Eden, we hebben ook de Deska die langs komt, geloof ik. Ja. Welcome in all of you, tante. Tedesca komt praten over, want ze had ook een Bombini Holland en daar heeft ze een gouden kalf gekregen. Oh ja. Jammer dat Jan Dino helaas niet kan komen. Nee, maar Tedesca. Het is goed, laat maar komen. Hey, hoe gaat het met jou? Goed. Derde dag dat je niet rookt. Oh. Hij is gestopt met roken, verstopt over. Ja. Je bent een beetje ingeluisterd ook, hè? Ja, ik ben er absoluut ingeluisterd. Een draaiende camera. Echt schofterig. Ik moest deze vasthouden van die manier. Ruben? Ik ga naar stoptober.nl. En 1 oktober stop ik met roken. Ik kan het niet uitspreken. Goed, hè? Kan dit nog terug? Zo makkelijk is het. Maar nee, het was dat setje wat ik nog even nodig heb. Ja. Even. En nu word ik gewoon op straat aangesproken. Hey, je rookt niet heel 2 dagen niet. Oh ja, echt hoor. Wow, ja. En gaat het goed? Word je niet gek? Het is nu 11:30, lunchtijd. Nee, ik had er nu al 4 gerookt in dit. 4 al? Ja, een kopje koffie, heerlijk. Hoeveel rookt je per dag? Ja, dat varieert. Maar? Heel veel, een andere keer minder. Ja, maar als je op 4 zit in de ochtend, dan ga je richting de 10. Ja, zeker. Zo. Maar het is goed dat je het probeert. Niks proberen. Hou vol. Ja, je gaat ervoor. Hij is gestopt, zou ik moeten zeggen. Vanavond in Boulevard. Vanavond in Boulevard. Oké, half 7, dankjewel. Joop.